Lotte had het geluk dat toen zij 6, 7 was, dat het dus winters waren, die natuurreis gaan. Dus daar stond ze gauw aan onze hand mee met dubbele ijzertjes. Maar ja, dat duurde dus maar even en dat moest gauw veranderd worden. En toen kwamen we dus wat bekenden van ons tegen en die zeiden, hier moet ze een jaartje op schaatsles doen in Deventer. En zo gezegd, zo gedaan. En Gea ging mee. En, nou, wij dachten toen ook, het is beter dat dat in de lagere schooltijd gebeurt. Want van Zwolle naar Deventer is toch een half uur, drie kwartier. Dus het was ook niet de bedoeling dat dat langer dan de lagere schooltijd zou gebeuren. Maar ze vond het natuurlijk heel erg leuk. Dus we stonden in het weekend vaak op zondagavond laat of op zaterdagavond het hele land door op de ijsbanen. En voor die tijd in de auto dan was Lotte altijd heel stil. Dan vertelden ze niet zoveel en als we wat vroeger kregen ook niet zoveel antwoord. Maar terug, het was prettig om een behoorlijke eind te rijden, want dan hoorden wij het hele verslag van de rit. Hoe het gegaan was, wat ze gevoeld had, hoe het ging en hoe de anderen gereden hadden. Dan was het één verhaal dat ze dus vertelde van hoe ze de wedstrijd beleefd had. En dat was altijd wel heel erg leuk, want dan wisten we ook hoe het in elkaar zat. Nou, we hadden een verdeling. Gea deed het altijd door de week, want ik moet ook nog wat anders doen. En op zondag dan mocht ik, om een voorbeeld te geven, dat is altijd wel sprekend, van op zondagochtend dan gingen ze fietsen op de Holteberg. Nederland is vlak, maar bij de Holteberg is dat dus niet. En altijd was dus het laatste was een behoorlijk klimmetje dus in opgenomen. Dus ze kwamen even behoorlijk uitgewoond terug van zo'n ochtendtraining. En ondertussen had ik de krant gelezen, heerlijk in het zonnetje met een kopje koffie erbij. Dus het was ook nog genieten.